vermenigvuldigt jij nu eens die paar millimeter met die 40 van de haren per knip, dan met die 3 van de knippen per seconde, dan met de 3600 van de seconden die er in een uur zitten, nog eens met 3 van de uren per dag die ze werken, en met de 200 miljoen van de kappers die er zijn. Hij weigerde mij het sacrament van de biecht. Mag hij niet. En hij verkrachtte uw moeder. Mag hij niet. 57 miljoen, zegt hij. Dat wil dus zeggen dat ik 1,57 miljoenste ben. Nooit zal zij weten wat het is om uw moeder met gebroken ogen op een priester met verhuisplannen te zien toesnellen. Maar elke keer zal die ene die zal knikken bij het horen van die ander zijn verhaal. En dan zal die ander denken dat dat knikken betekent wat hij zelf daarmee bedoeld zou hebben. Gewoon uit liefde. Uit liefde voor de liefde. Maar die liefde, die is er ondertussen helemaal niet. Er is er ondertussen helemaal niks. Er is daar hooguit sprake van twee figuren die met een geweldig verlangen om liefde te hebben, zitten opgesloten in hun eigen wereld. Punt!